Het is echt voetbalkultje. Ajaxide. En Katwijk is wel echt met een hele grote groep Feyenoord. En eigenlijk de afgelopen 5 jaar zijn we natuurlijk gescheiden van elkaar geweest. In topklasse, wij hoofdklasse. Maar de jaren ervoor, vooral de laatste jaren, was eigenlijk de onderlinge strijd was meer Ajax Feyenoord dan Katwijk en Bos. Bij de wedstrijd. Blue Smoke Bombs. Deze gaan we vannacht als het goed is nog even vastplakken bij de Katwijkkant. En dan wordt het ook morgen elektronisch ontstoken. Het is een Amerikaans elektronisch systeem om vuurwerk af te schieten, zeg maar. Dus 18 kanaals. 18 kanaals vuurwerksysteem. En daar gaan we proberen morgen blauwe rook af te steken bij de uitsupporters. Hoe leef je er naartoe? Dat is gewoon, dat is een gevoel dat kan je niet omschrijven. Dat is echt, dat is iets. Ja, het speelt al van jongs af aan. Als ik met mijn vader hier kwam, het was altijd al rumoerig op de tribunes. Het was altijd vechten en doen. En we zijn altijd groter geweest. Altijd een beetje de Ajax-aanhang zijn wij geweest en hun de Feyenoord-aanhang. En over en weer is dat uitgegroeid tot een echte clash, laten we zeggen. Katwijk! 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 Lekker band, ik hoor het gelijk. Feminist is fuck big boy! Thank you.
Maar de naam Quick Boys, die blijft gewoon altijd boven Katwijk staan. Maakt niet uit hoe ze presteren of wat dan ook. Of ze morgen ook winnen. Quick Boys is gewoon een grotere club, een mooie club.